Hallo lieve vrienden, hoe is je daar? Hier is hij, kom si, kom sa. En dat is Frans voor, dat is Frans voor een beetje, wat is namelijk het geval? Ik ben ziek. Bronchitis, ik hoest, ik zweet, slaap zegt en ik ben verdrietig. En eigenlijk is het geen tijd voor een review te maken, maar ik wil jullie niet teleurstellen. Zeker Fico niet. Fico, die heb ik dit weekend ontmoet. Dat is een jongeman. Kijk altijd. Dus ook voor Fico maak ik hem. Mijn hand lag in mijn bed. Te huilen. Te huilen. Want het doet pijn. In mijn longetjes hoesten. En ik ben heel slecht in ziek zijn. Want als ik me ziek voel, heb ik ook het gevoel dat ik dood ga. Dus dat is niet mooi. Hoe lullig het ook is. Enfin. De show must go on, zei, wie zei dat? Litouwers altijd. Ah, potjes pesto. Mooi. Vier potjes pesto. En waarom zei ik mooi? Omdat ik het een mooi product vind. Liever gezegd, ik eet graag pesto. En niet alleen bij mijn pasta. Ik eet bijvoorbeeld ook graag spersiebonen met pesto. En als je dat nooit gedaan hebt, moet je dat wel doen. Je gaat je spersiebootje koken en als ze klaar zijn, hussel je door de pesto en doe je in je mondje. En dat is bijna bij alles lekker. Heerlijk. Ik ben gek op pesto. Ik eet al bijna mijn hele leven pesto. Oh Jan, oh Jan, meneer eet al zijn hele leven pesto. Ach. En meneer is 45. En toen was er nog helemaal geen pesto in Nederland. Dat klopt, toen was het nog niet te koop. Edoch, mijn moeder, Hanneke Roos, maakte zelf pesto, want die kan heel goed koken en wist blijkbaar toen al wat het was. Die maakt het zelf en die maakt het als volgt. Ik heb veel moeten helpen, dus ik weet het. Enfin, komt ie. Basilicumblad, hè, dus gewoon basilicumblaadjes. Pijnboompitjes. Pecorino. En olijfolie. Nou, allemaal leuk, peperzout klaar. Pecorino. Pecorino, wat is dat? Schapenkaas, Italiaanse schapenkaas. En dat is vreemd, want er is een discussie gaande tussen de pesto-makers. Moet het dan met Parmezaanse kaas of met pecorino? Mijn moeder zegt met pecorino, omdat ze vindt dat Parmezaanse kaas te heftig smaakt en daarmee te overheersend is in de pesto-smaak. Overigens is pesto bijna een product wat er al af is als jij gewoon goede pasta kookt. Je pleurt er een beetje pesto op, heb je gewoon al lekker eten, hè? Pesto is natuurlijk ja, smaakvol, kaasje, olietje, basilicum, fantastisch. Wat een mooi kruidje is dat trouwens, basilicum, heerlijk. Ik heb het altijd vers in de tuin groeien. Dat is niet waar. Ik koop gewoon een potje, zet hem in de keuken en na twee weken flikker ik hem weg. Welke vier pesto's hebben we hier? We hebben hier nou, de Albert Heijn Excellent Genovese pesto, want dat is de groene pesto. Ja, dan hebben we hier de pesto Genovese, want daar hebben we het over. Van de Costa Ligure, Costa Ligure. Ja, maar ook leuk. Oh, dit is de Checco, zeggen mensen, maar het is de Checco pesto. Dat is een heel goed pasta merk, ik koop er veel pasta van. Genovese, ja. En de Grand Italia pesto. Nou, dat merk kennen we ook allemaal. Voordat we doorgaan, ga ik even op het computertje opzoeken wat de kosten zijn. En dan denk je, ja, waarom dan Jan? Nou kijk, dit potje is wat groter, hier zit het minste in. Maar ik ben benieuwd wat de kostprijs is per, weet ik veel, 100 gram. Dus één momentje. Ik ben terug, schrikbarend. De Albert Heijn huismerk is de allerduurste. Dat is toch niet te geloven? Deze, de Costa Ligure, is een goedkoop merk. Die kost minder. Dan heb je deze twee. Daar is de Gran Italia weer duurder dan de Checco. Terwijl dit een hoger segment merk is dan dat. Dus er gebeuren vreemde dingen. Ja? Dus we gaan het op kosten neerzetten. Ja, nou, dat staat dus al. Duur, goedkoper, goedkoper, goedkoopst. Ja? Belangrijk om te weten. Waarom? Omdat dit is twee keer zo duur als dat. En dan is de vraag, is dat het waard? Dat is heel belangrijk bij pesto. Verder is natuurlijk de smaak en de ingrediënt. En dat is Frans voor de ingrediënten. Wat zit erin? Olijfolie. No. Pijnboompitten. 12% voor 100 gram. En er zit verse basilicum in. En parmigiano reggiano. Dus parmezaan. 4,6%. Ga
Gaan we naar die naam de Grand Italia. Jezus, wat hebben ze hier, wat is dit voor lettertjes, joh? Oh, kijk, zonnebloemolie. Waar hier olijfolie in zit, zitten hier opeens, pleuren ze bij Grand Italia, zonnebloemolie in. Dat is de ene duurste. Ja, nee, maar er zit niet veel in, maar het is wel heel belangrijk. Zonnebloemolie, ja, aardappels. Aardappels. Weet u nog? Cashewnoten. Cashewnoten. Grana Padano kaas. Dat is geen parmezaan, maar een goedkope variant ervan. Oh, en al 1% pijnboompitten. En knoflook en citroensap. Pesto met aardappel. En allemaal goedkope meuk. En cashewnoot en zonnebloemolie. Gran Italia, één naar duurste. Nou, dit even in je oren wat hier gebeurt. Die Checo. Dat is een Italiaans merk, want volgens mij is Gran Italia gewoon een Nederlands Italiaans merk. Even de Checo. Even kijken. Waar zitten de ingrediënten? Ingrediënten. Godverdomme, dat staat niet eens normaal in het Nederlands erop. Maar dat maakt niet uit. We pakken de Engelse. Komt-ie. 37%. Basilicum, dat is veel. Olijfolie. Dat is niet te geloven. Cashewnoten. Parmigiano Reggiano, dat is wel parmezaan. En 3% pijnboompitjes. Dus het is aangevuld met pijnboompitjes. Maar dit 1% is dat 3%. Potato flakes. Er zit ook aardappel in. Dan de goedkope. Wat zit erin? Zonnebloemolie. Basilicum. Cashewnoten. Pijnboompitten. Harde Italiaanse kaas. Melk, zout, stemsel. En Parmezaanse melkzuur. Ja. Dus deze, de duurste, die ik net nog zo af te zeiken, is gemaakt van olijfolie, pijnboompitten en basilicum en Parmezaanse kaas. Dit is zoals het hoort. Hier hebben ze god beter nog aardappelen bij geflikkerd. Er zitten cashewnoten in, zonnebloemolie. En hier durven ze niet eens, noemen ze de harde Italiaanse kaas. Maar dit is dan ook de goedkoopste. Die mag voor mij wel een beetje aanklooien. Maar dat dit zogenaamde aanmerken zo lopen te rotzooi met de inhoud van het pesto. Dat noem ik in schande. In Italië noemen ze dat in het Italiaanse schande. Ik zou niet weten wat het is. Proeven. Kijk, er zit altijd een laagje olie in. Moet je even doorhusselen. Maar daar gaan we dan. Hoe heet het deze bende ook alweer? Dit is pesto genovese. Als ze weten dat daar gemaakt is van cashewnoten en zonnebloemolie, worden ze gek. Costa Ligiere. Costa Ligiere. Nou, komt hier. Ik proef. De basilicum is droog. Het zijn droge blaadjes. En die zijn niet hiervan nat geworden. Het is zout als de pest. Dat komt waarschijnlijk door alles wat ze erin hebben gesodemieterd. Maar voornamelijk door die harde Italiaanse kaas. Het gaat natuurlijk ook helemaal nergens over. Het is... Het is zuur. Het is zuur en niet lekker. Nou, de Checo. Of de Checo. Ik voel je dat uitspreken, maar het ook uit. Kijk, deze is een stuk lichter. Een stuk voller. Heel anders van smaak. Hij is... Het rare is, de basis van pesto
moet toch de basilicum zijn? De basissmaak van die Checo of Kekko, weet ik veel wat, pesto. Is van alles en nog wat, maar niet de basilicum. Basilicum proef je bijna niet. En dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Voor iets waar 37% basilicum in zit. Heel erg naar zout en naar olijfolie. Het is een zoute olijfolie met klontjes. Dat is niet zo lekker hoor. Grande Italia dan. Ik denk dat Grande Italia vaak door mensen wordt gekocht. In Nederland met het idee, ja dat is dus een prachtig Italiaans merk. Volgens mij is het gewoon hartstikke Nederlands. Verse Italiaanse basilicum zat erin. Nee. Je proeft geen olijfolie, die zit er niet in. Je proeft meer basilicum. Je proeft wel cashewnoten. Je proeft dat er geen pijnboompit in zit. Maar de smaak is meer pesto dan die. Dan gaan we naar de duurste. Die volledig gemaakt is van ingrediënten die in pesto moet zitten. Dat is dit dus niet. En de grote grap is, deze niet zo heel veel duurder dan deze twee. Dus eigenlijk raad ik nu al aan om de Albert Heijn pesto te kopen. Want de rest is troep. Nou, eens even kijken. Kijk, hier zitten al grote brokjes in. Dat moet kut. Ik bedoel, verdikken. Oh kijk, er zitten hele pijnboompitjes in. Dat is wel lekker. Oh, er zit echt een hele grote pijnboompit in. Maar, proeven. Basilicum. 100% aanwezig. Parmezaanse kaas. Pijnboompitten, die zitten er heel in. En voor de rest, weinig andere ingrediënten. Dus het is een puurste vorm van pesto die je in deze vier potjes kan krijgen. Is het daarmee ook de lekkerste? Jazeker. Is het daarmee hele lekkere pesto? Nee. Tijd voor de cijfertjes! En de cijfertjes, ja, die liegen er niet op zich. De goedkoopste, die kan ik niet kwalijk nemen. Want die is goedkoop. Maar die is niet te vreten. Want dit heeft niks met pesto te maken. De ingrediënten niet, de smaak niet. De proefvorm niet, de structuur niet. Het is zuur, het is vervelend. Komt gewoon niet in de buurt, die krijgt gewoon een 4. Die Kekko, die Checo of weet ik veel wat, is een heel luxe merk qua pasta. Hun pesto slaat nergens op. De ingrediënten slaan ook al nergens op. Die krijgt van mij een 5. Hetzelfde geldt voor de Grand Italia. Die maken er nog gekker. Er zit niet eens een vleugje pijnboompit in. Er zit alleen maar cashewnoten in. En weet ik het allemaal. Zonnebloemenolie. Verkeerde kaas. Het zit er allemaal niet in. Die krijgen ook gewoon een 5. Dus ook helemaal niks. Alles zit zo'n beetje onder de pesto en onder de olijfolie. Maar de winnaar is dus wel die van Albert Heijn. Die excellent Genovese pesto. Het punt is alleen, die is hartstikke duur. En het is hem nog steeds niet helemaal. Maar die krijgen wel een 6 voor de moeite. Nou, ik ga even lekker opruimen. Ciao!